gaatje vullen. Een gaatje in je tand of kies moet gerepareerd worden om grotere problemen te voorkomen. Het kan om een nieuw gaatje gaan of om een gaatje onder een bestaande vulling of kroon. Als het nodig is, dan verdooft de tandarts je eerst. Je mag hier ook altijd om vragen. Het aangetaste weefsel wordt weggeboord. Soms plaatst de tandarts een schildje of bandje om de kies en zet deze goed vast met wichtjes. Zo komt het vulmateriaal niet tegen de tand of kies die ernaast ligt. De tand of kies wordt opgeroerd met een etsmiddel dat even moet inwerken. Daarna wordt dit weggespoeld en wordt de tand of kies droog geblazen. Een onderlaag van primer en bonding zorgt ervoor dat het vulmateriaal goed hecht. Dit wordt aangebracht met een kwastje en uitgehard met blauw licht. Daarna wordt de vulling laag voor laag opgebouwd. Als de tand of kies helemaal gevuld is, haalt de tandarts de wichtjes en het bandje of schildje weg. De kies wordt afgewerkt met een boordje en daarna gepolijst. Na de behandeling kan je tand of kies wat gevoelig zijn. Voor meer informatie kijk op allesoverhetgebit.nl.